Ik ben Paul Suikerbuik. Ik werk voor het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het leer- en expertise.punt Open Overheid. Dat heb ik niet zelf bedacht, maar we hebben daar een keurige website voor gemaakt. En dat is open-overheid.nl. Daar kun je alles ook wel weer terugvinden. Ik wil jullie meenemen. In een half uurtje, volgens mij iets van 3 kwartier. Als jullie het zat zijn, geef ook even aan. Ik ga jullie meenemen in het gebeuren omtrent de overheid en open overheid en open data. Dit is niet jullie kortste presentatie ooit, maar als je vragen hebt, steek gewoon even een vinger op. En dan gaan we gewoon een gesprek hebben. En het is eigenlijk veel interessanter om met elkaar een goede dialoog te hebben dan dat jullie de hele tijd naar die platen gaan zitten kijken. Maar goed, overigens, deze presentatie is ook online terug te vinden. Er zijn mensen die op dit moment dan hun fototoestel pakken en even een foto daarvan maken. Want dan hebben ze die URL te pakken. De allerlaatste slide komt hier ook nog eens een keer terug. Dus als je denkt van nou, ik vond de presentatie toch wel interessant. Dan kun je dat bij de laatste slide alsnog doen. Dus in ieder geval uitgenodigd om dat te doen. Goed. In de aankondiging stond het al, waar een open overheid. Waarom een open overheid? Nou, en dan kom ik toch weer even terug bij die eerste slide die ik jullie liet zien. Overigens, deze presentatie laat iedere keer de live pagina's zien. Dus hij heeft nu wat laadtijd nodig. En het zal bij meer voorbeelden aan de hand zijn. Hij heeft wat laadtijd nodig om die pagina weer op te halen. Dus soms moeten wij enig geduld hebben. Nou ja, ik kan eigenlijk ook wel vertellen wat erop stond op deze slide. Laat ik dat dan maar doen, want dat gaat nog sneller. Nee, wat je er net zag op die eerste pagina eigenlijk van open overheid. En er staan dingen als open data, staan dingen als open verantwoording, staat open aanpak, open contact. En dat zijn allemaal dingen die hartstikke belangrijk zijn. Maar eigenlijk gaat het daar helemaal niet over. Eigenlijk gaat het helemaal niet over dat soort dingen. Het gaat helemaal niet over open data. Maar het gaat vooral over de waarde die het heeft. Dus eigenlijk zou ik veel meer willen zeggen, waarom dan die open overheid? Vanwege de waarde die het heeft. En welke waarde kun je dan onderscheiden bij een open overheid? Dan gaat het bijvoorbeeld over economische waarde. En, ik krijg nou wat. Dat is een verrassing. Waarde. He, dus even terug naar die dingen, open contact, open aanpak. Dus daar gaat het dan eigenlijk niet over. Dat is heel teleurstellend. We hebben toen die website bedacht en zo, dat we dat zo gingen doen. Daar gaat het dan dus uiteindelijk helemaal niet over. Maar het gaat dan over die economische waarde. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een onderzoek wat onlangs nog eens een keer gedaan is door McKinsey. Naar de waarde van open data en een open overheid. Dat is gigantisch. Zij kwamen op een onderzoek uit. En daar kwam ergens tussen de 3 en 5... triljoen dollar. En ik weet niet eens meer hoeveel nullen dat een triljoen heeft in Amerika. Want volgens mij is dat weer anders dan in Nederland. Maar heel veel nullen in ieder geval. Heel veel economische waarde zit erin in ieder geval. En het is dan wel verspreid over een aantal aandachtsgebieden. Gaat het over education, transportation, consumer products, electricity, oil and gas, healthcare en consumer finance. En op al die dingen zie je dat er wel gewoon aspecten zijn. En met de onzekerheidsfactor erin. Maar er zit in ieder geval in de waarde en die data die de overheid heeft, zit heel veel waarde. Dat is al een tijdje aan de gang. En dan wil ik toch even vingers zien voor jullie. Wie heeft er al een paar miljard op zak? Nog niemand, hè? En toch zijn we al best wel lang bezig, een aantal jaren, een jaar of 5, met het beschikbaar stellen van die data als open data. De Europese Commissie is er hartstikke enthousiast over. Nelly Kroes, het goud van de economie allemaal. En die miljarden volgens McKinsey. En niemand heeft ze nog in de zak zitten. Dus schijnbaar is er iets aan de hand waardoor we dus die economische waarde die erin zit toch niet zo heel goed weten uit te werken en te gelden weten te maken als dat we allemaal gehoopt hadden met elkaar in ieder geval. Overigens was ik trouwens wel verheugd geweest als iemand wel zijn vinger omhoog had gestoken. Ik heb een miljard op zak. Hartstikke goed. Maar er zijn nog meer waardes waar het dan over gaat. Dan gaat het ook over een stukje maatschappelijke waarde. En hoe kunnen we de maatschappij handiger laten functioneren? En dan ga ik een andere vraag stellen, wat jullie hopelijk wel op zak hebben, maar wie heeft een keurige openbaar voer-app op zak? Nou, dat zijn er al wat, gelukkig wat meer. Gewoon, wie weet of dat zijn openbaar vervoer-app gebaseerd is op open data, ja of nee? Dus niet die NS-app, dat is jammer. Ja, ik zie een paar vingers daar, hartstikke goed. Heb je hem zelf gemaakt toevallig? Nee, ik weet dat het niet zo is. Je weet dat het niet zo is? Oké, nou goed. Neem niet weg,
steeds meer van dat soort informatie vanuit de KNMI, dus buienradar, steeds meer van dat soort OV-informatie, steeds meer informatie over files en dergelijke, komt gewoon beschikbaar voor onze maatschappij. En daar zit gewoon een stukje maatschappelijke waarde in. Hoe kunnen we ons anders ontwikkelen in de maatschappij? Maar ook een stukje bestuurlijk-democratische waarde. Bijvoorbeeld kijk eens naar wat we tegenwoordig beschikbaar stellen in Groningen, bijvoorbeeld op het gebied van financiële waarde. De overheid wordt opeens controleerbaar. Je kunt gewoon heel goed zien in de uitgaven van de overheid wie welk geld ontvangen heeft. Ze hebben op dit moment ook beschikbaar gesteld alle inkoopdata. Dus je kunt precies zien bij welke bedrijven voor ongeveer hoeveel dat er ingekocht is de afgelopen jaren. Dus dat levert heel veel transparantie op. Dat levert heel veel inzichten op wat de overheid nou eigenlijk aan het doen is. Maar ook bijvoorbeeld op stemgedrag. Heel veel van onze stemgedrag is gewoon beschikbaar als open data. Kun je precies zien wie in welke wijken waarop gestemd heeft. En dat is hartstikke belangrijk voor de ontwikkeling van onze democratie. En er is eigenlijk nog een vierde waarde die ik even met jullie zou willen doorspreken. En dat gaat over systemische waarden. Dat je andere vormen van samenwerking gaat zien tussen partijen. Dat mensen op een andere manier met elkaar het gesprek aangaan op basis van data. En dan zie je opeens hele rare gesprekken ontstaan die ik nooit verwacht had. Dan gaat het opeens over hoe mantelzorgers met elkaar in gesprek raken over het oplossen van bepaalde vraagstukken die er zijn. Ja, dus ik zou veel liever dan de oorspronkelijke site die we hadden, open data, open contact, open aanpak, open verantwoording. Ik zou het veel liever hebben over dit soort waarden van open overheid. En een van de belangrijkste dingen daarbinnen die open data is, of binnen open overheid, is open data. Wat is open data? En dan wil ik jullie toch even meenemen in de grondslagen van open data. Gaat het ten eerste over openbaarheid. En daar hebben we een wet voor. Dit is de wet openbaarheid van bestuur. Wie heeft deze wet wel eens gelezen? Ja, toch één? Ja, twee? Heel goed. Drie. De vier? Nog iemand? Vier. Oké, heel goed. Nou, deze wet is een hele makkelijke wet. Het zijn 7 kantjes, A4, kun je gewoon even lezen. Maar hij is wel heel duidelijk. Nou, hij is heel duidelijk. Natuurlijk zitten er allerlei interpretaties in en allerlei dingetjes waar je denkt, hoe zit dat nou precies? En daarom zijn er vervolgens allemaal heel veel wetboeken geschreven. Ik ben zelf natuurkundige, dus ik hou eigenlijk alleen maar van wetten in één regel. En ook wetten die heel consequent zijn. En gelukkig is de zwaartekracht op deze aardkloot best consequent. Dus daar hou ik dan meer van. Maar goed, oké, een wet in 7 kantjes A4 kan eigenlijk ook best wel. Maar wat levert zo'n wet openbaarheid van bestuur nou eigenlijk op? Dit. Informatie. Maar kan jij wat met deze informatie? De meest relevante stukken zijn vaak ook nog eens een keer weggehaald. Dus het echt iets gaan doen met deze informatie is best lastig. Je kan het wel lezen, want niet zwart gemaakt kun je het lezen. Maar je kan het niet doorwerken naar allerlei andere nieuwe toepassingen. Of je kan er eigenlijk nog niet zo gek veel mee. Dus je moet eigenlijk meer doen. Overigens, dit was de menukaart die wij onlangs voorgeschoteld kregen met een aantal WOP-juristen. Wat ik opvallend vond, is dat ze net allemaal wilden hebben datgene wat er weggelakt was natuurlijk. Dat is toch het lekkerste is wat weggelakt wordt. Goed. Maar het gaat dus, en met alleen die openbaarheid, dat is een keurige wet openbaarheid van bestuur, maar met alleen die openbaarheid ben je er nog niet. Je wil ook dat die informatie herbruikbaar wordt op de een of andere manier. Nou, daar hebben we ook een wet voor gemaakt. Dat was ook een wet die kwam voort uit de PSI Directive, dat is de Europese Commissie bedacht. We moeten gewoon hard gaan werken aan de herbruikbaarheid van de informatie van de overheid. Dus wet gemaakt. De wet hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet betekent dat je een verzoek aan een overheidsorganisatie kunt doen om informatie in een herbruikbare vorm. Dus heb jij een prachtig idee voor een toepassing en je denkt van hé, die informatie die zou ik wel heel graag willen hebben van de overheid. Pak deze wet, ga naar de overheid toe, zeg van joh, ik doe bij jou een beroep op de wet hergebruik en ik wil graag die informatie van jou in een herbruikbare vorm hebben. Goed, gaat wel, gaat ook niet altijd goed, is nog een beetje wennen. Deze wet is sinds 18 juli 2015 van kracht en in werking. En de overheidsorganisatie moet nog een beetje wennen aan deze wet. Maar het geeft je wel, als je ontwikkelaar bent en als je dingen maakt en je wilt dingen maken met data van de overheid, geeft deze wet je een prachtig instrument om op verzoek informatie van de overheid te krijgen. Maar dan zijn we er eigenlijk nog niet, want dan zie je dus, sorry dat ik het een beetje saai hou nog voor jullie hoor, maar ja? Frank, zeg het maar. Ja, een vraag. Zou je met die wet hergebruik, historische stemgegevens van raadsleden en fracties kunnen gebruiken? Ja, als het er is, ja.
Een van de dingen die dus een voorwaarde is bij het verkrijgen van informatie conform de wet hergebruik, is dat de informatie er is. En dat kan al wel eens een probleem zijn. Hè? Dus, heb je even, dan gaan we even de wet lezen. Je zit in een grijs gebied. Ik snap helemaal wat je zegt. Met name binnen de archiefwet lopen we ook tegen dit probleem aan. Want heel veel informatie die binnen de archieven beschikbaar is, is ook gewoon nu nog niet gedigitaliseerd. Ligt nog gewoon keurig in papier in de archieven en moet inderdaad ook nog die slag maken naar digitalisering. En dat ze inderdaad op een elektronische manier verwerkbaar gaan worden. Dus daar zit nog wel een dingetje. Maar in ten principale, in de grondslag, is dus inderdaad ook dat soort informatie in een herbruikbare manier zou dat beschikbaar moeten zijn. Ja. En je mag daar best wel een behoorlijke inspanningsverplichting van de gemeente verwachten ook, om dat voor elkaar te krijgen. En eigenlijk hadden ze dat natuurlijk al lang op orde moeten hebben, maar goed, dat is een ander verhaal. Goed. Even terug naar deze grafiek. Zometeen wordt het spannender hoor, de presentatie. Het is tot nu toe alleen maar over wetten hebben we het gehad en zo. En dan ga ik jullie ook nog een grafiek laten zien. Wat hier gebeurt is dat in de bovenste twee kwadranten, daar heb je die wetten afgebeeld. En dit is de wet openbaarheid van bestuur. En dit is de wet hergebruik. En dat zijn wetten die allebei op verzoek werken. Dus je moet een verzoek doen aan de overheid op basis van de wet openbaarheid van bestuur. Om de openbaarheid voor elkaar te krijgen. Of op de wet hergebruik om het in een herbruikbaar formaat te krijgen. Eigenlijk zou je het liefst zien dat de overheid dat in een reactief of een proactieve manier doet. Dus gewoon proactief die informatie beschikbaar gaat stellen. Nou hebben we als onderdeel van de wet openbaarheid van bestuur artikeltje 8. En die zegt iets over proactieve beschikbaarstelling. Maar dat gaat vooral over dienstverlening. Dus heb je in herbruikbaarheid heb je daar eigenlijk niet zo gek veel aan. Dus er is heel veel behoefte aan een kaderstelling voor het proactief beschikbaar stellen van overheidsinformatie. Nou, daar hebben we een leidraad open data voor. En dat zijn deze 10 punten. En dan gaat het over, wat is het grondslag voor open data? Dat is in ieder geval die wet openbaarheid van bestuur. Als het conform de wet openbaarheid van bestuur openbaar gemaakt kan worden, dan kun je het ook beschikbaar stellen als open data. Maar dan moet het vervolgens ook zijn gratis. Het moet zijn beschikbaar, zoals dat je het hebt binnen je overheidsorganisatie. Het moet zijn vrij van rechten. Dus dat de hergebruiker er gewoon mee aan de slag kan op die manier zoals dat hij dat wil. Het moet toegankelijk zijn zonder registratie. Het moet computerverwerkbaar zijn. Het moet voorzien zijn van metadata zo volledig en ruw als mogelijk. Het moet actueel zijn en het moet vindbaar zijn. Dit zijn de uitgangspunten. En binnenkort, ik ben bezig met een nieuwe versie hiervan, binnenkort worden ze nog scherper. En een van de dingen die ook wel heel erg interessant is, is dat we onlangs in de Tweede Kamer aangenomen hebben gehad een wet open overheid. En die wet open overheid is een vervanging van de wet openbaarheid van bestuur en zegt nog veel meer over de proactieve beschikbaarstelling van de informatie van de overheid. Saai. Wat gebeurt er? En daar wil ik jullie even in meenemen. Something completely different. We komen uit 1987. Het landsdeel zullen jullie al wel herkend hebben. Het gaat over Groningen. En zoals we allemaal weten, is iets aan de hand in Groningen. En er is een meneer in Groningen, dat is Cor Dwarshuis. En die woont in de buurt van Loppersum. En die heeft wat scheuren in zijn huis. En die heeft heel erg zijn best gedaan om de informatie van het kadaster van het KNMI beschikbaar te krijgen over aardbevingen. En heeft die data gekregen, die is ook beschikbaar gesteld als open data. En hij heeft daar deze visualisatie van gemaakt. En zoals je wellicht al door hebt, dit is een visualisatie van het aantal aardbevingen sinds 1987 en op welke plaats dat er zijn. Af en toe een dingetje, dat zijn aardbevingen die hebben een kracht die sterker is dan een kracht 3. Wat deze meneer ook gedaan heeft is, je hoort dat geluid een beetje op de achtergrond, het klinkt een beetje spooky hè, en niet zo'n heel comfortabel gevoel bij deze website. Dus hij kleurt het ook in. Hij heeft het op een bepaalde manier heeft zijn boodschap naar buiten toe gebracht. Maar dat er iets aan de hand is in Groningen, dat zie je wel, hè?
Kortom, de gehele economie, de verbruikers, de staat en de betrokken maatschappijen en de industrie hebben van dit aardgas het nodige voordeel. Dit was minister Andriessen in 1963 toen het gas aangeboord ging worden. Iedereen zou er voordeel van hebben. Nou ja, wie heeft nu het gevoel dat er in Groningen echt iets aan de hand is? Ja, hè? Dit gaat verder dan die scheuren in die muren. Af en toe zie je ze op het journaal zo'n teleurgestelde Groninger die kijkt naar buiten door die scheur. En dan denk je van, ja, jee, dat is wel heel erg. Maar toen ik dit plaatje voor het eerst zag, toen raakte het me ook echt. Ik denk, verdomme, er is echt iets aan de hand daar. Je zal er maar zitten. En er zijn zo ontzettend veel aardbevingen daar. Er is zoveel beweging in de grond. Dat moeten we echt oplossen met elkaar. En dat betekent, dat vind ik zo ontzettend mooi van deze toepassing. En die kon ook alleen maar gemaakt worden, omdat die data beschikbaar gesteld werd door het KNMI als open data. En hij, meneer Dwarshuis, heeft daar ook zijn voordeel mee gedaan. Hij heeft daar ook gewoon deze toepassing van kunnen maken. Open data heeft hem een andere informatiepositie gegeven. Het heeft ervoor gezorgd dat hij ten opzichte van de NAM, ten opzichte van de overheid, gewoon een veel eerlijker zijn verhaal kon vertellen. Van luister, even, dit is er aan de hand daar. Zo erg is het in Groningen. En daarmee heb ja, vraag. Dit is op verzoek hoor. Jawel. Maar het is nu wel beschikbaar als open data. Hè? Dus inderdaad, de eerste keer was de trigger was op verzoek dat het beschikbaar gesteld werd. Hè, maar het is nu inderdaad gewoon voor een ieder gewoon vrij verhergebruik beschikbaar. Maar je ziet dus al wel dat die gelijke informatiepositie een andere plek in de discussie ten opzichte van de overheid en de maatschappij, dat zegt wel iets. Dat geeft je echt een instrument in handen. Dus open data. En daar zit die waarde van open data. Hè, dus saaie wetten even over gehad, maar dit kan er gebeuren. Daarnaast zitten we natuurlijk veel meer in een veranderende maatschappij, waar allemaal van de participatiemaatschappij, technologische innovatie, sociale media, deliberatieve democratie, horizontalisering, transparantie, open data. Er gebeurt heel veel. Overigens laat ik dit zien op een plaatje wat jullie op de achtergrond zien en dat plaatje komt uit het Rijksmuseum. Wie maakt hier wel eens een presentatie waarin dat hij een plaatje gebruikt waarvan hij niet aan de auteur heeft gevraagd of dat mocht? Of de rechthebbende? Ja, hè? Deed ik tot voor kort ook. En in deze presentatie zitten er ook nog 2 of 3, waarvan ik het niet gevraagd heb. Maar tegenwoordig gebruik ik constant afbeeldingen uit het Rijksmuseum of het Nationaal Archief. Waarom? Het mag. Dit plaatje, ik hoef er niet bij te vermelden dat het uit het Rijksmuseum, ik doe het wel omdat ik hartstikke trots op ben, maar het hoeft niet. Het is gewoon vrij van auteursrecht, vrij van hergebruik, dus hiermee kun je aan de gang en kun je doen wat je wil. Dus, en omdat dat kan, zal ik zo her en der ook wat van dat soort plaatje laten zien. Goed. We zitten heel erg in die veranderende maatschappij en daar moet je op inspelen, daar moet je mee omgaan, daar moet je op inspelen. En dat zijn allemaal dingen die niet vanzelf gaan. Je moet je voorstellen dat we de overheid, dat keurige kantoor, en dat hebben we ingericht met allerlei organisaties, processen, architecturen, datamodellen, data. En wat er dan gebeurt is dat in dat kantoor, daar hebben we dus een keurig rapport geschreven. En bijvoorbeeld over de vervuiling in een bepaalde straat waar je naar een parkeergarage toe rijdt. En in het rapport staat van bewoners, rustig aan, niks aan de hand, want de vervuiling in die straat is gewoon onder een bepaald niveau. En geen gezondheidsrisico's. En dan komt iemand en die zegt, ik ga naar die data zitten kijken, want die data is dan ook beschikbaar als open data. En die zegt van ja, luister eens, maar op zaterdagmiddag, als iedereen uit die parkeergarage rijdt, is wel degelijk het fijnstofniveau in mijn straat te hoog. En dan zie je dus opeens dat rapport wat jij keurig naar buiten toe gebracht hebt voor het officiële rapport en het geluid vanuit de maatschappij gebaseerd op dezelfde data wel eens tot een hele andere conclusie kan leiden. Een heel ander inzicht. En daar moet je wel mee om kunnen gaan als overheidsorganisatie. En dat is nieuw. Dat zijn we niet gewend. We zijn niet gewend dat het tegengeluid wat er komt, dat we dat gesprek en de dialoog aan moeten gaan met elkaar op een gegeven moment. Maar dat moet je wel gaan doen. Dat moet je wel gaan leren. Dat betekent ook dat er in die andere mening die gemaakt kan worden op basis van die cijfers, op basis van die open data, ook een gewaardeerde mening is. En niet dat het een eigenwijze burger is die gewoon een tegengeluid geeft. Nee, dit is een burger die ook gelijk heeft. En die op basis van zijn bevindingen ook het recht heeft om daar iets over te zeggen. Daar moeten we als overheid mee om leren gaan. Dat is niet iets wat we van nature doen. Dat is niet iets wat we gewend zijn. Dus dat levert ook wat bezwaren op. Dat levert wat weerstand, dat is een uitdaging. En in de loop der tijden daar wat bezwaren tegen verzameld. Die staan hier allemaal. Als je nu zegt, van, joh, ik werk bij een overheidsorganisatie, ik vind het helemaal niks open data, gebruik deze bezwaren dan.
Dat is handig. Nee, dus dat kun je ook die prestatie later nog teruglezen. Dus als je nou een rapport volschrijft met deze bezwaren, misschien kun je het een jaartje uitstellen. Goed, ondertussen gebeurt er dus heel veel in de maatschappij met die data die we beschikbaar stellen. En dit vind ik een mooi voorbeeld. Het is 10.000 scholen. Wat 10.000 scholen doet, is je een goede keuze, een goede keuze voor je kinderen laten maken voor welke school dat je naartoe wil laten gaan. Ik woon in Dordrecht, dus hier, dit voorbeeld komt dan net uit Dordrecht dan in ieder geval. Maar je kunt een schoolkeuze maken. Maar je kunt ook kijken naar de CITO-scores. Je kunt ook kijken naar van hoe doet mijn school het in dat opzicht. Je kunt ook kijken naar wat is een optimale plek om een afspraak te maken met elkaar. Je kunt een aantal locaties invoeren. En op basis van de locatie waar je bent, wordt de optimale locatie aan jou gegeven. En er wordt ook gekeken naar CO2-uitstoot, naar kosten, naar reisafstand en tijd en zo. En je krijgt ook nog een suggestie voor wat een leuk cafeetje, kroegje of andere plekjes om af te spreken. Deze ben ik eigenlijk best wel een beetje trots op, OV-radar. Wij zijn in Nederland eigenlijk het enige land ter wereld wat alle openbaar vervoerinformatie als open data beschikbaar heeft. Ik hoorde jou net iets zeggen dat... Maar je had een bepaalde app waar dat niet van toepassing was, of niet? Ja. Die ken ik niet. Oké, ja. Goed, alle data die we dus in Nederland beschikbaar hebben, en hier zie je het ook, dit is de live image, dat er op dit moment zijn er 4400 voertuigen die een GPS-signaal uitzenden en dus een actuele positie ook doorgeven. Dat zie je op de kaart, zie je dat ook een beetje bewegen. Hier is Stefan de Koning, is hier de masterbrein achter openbaar vervoerdata in Nederland. En een van zijn laatste overwinningen is de veerpont tussen Texel en Den Helder. Dat was een van de dingen die hij nog niet live op de kaart had staan en die zitten er nu ook bij. Dus wat dat betreft is dat een hele fantastische prestatie. Wat je in Europa of andere landen wel ziet is dat er op stadsniveau steden zijn die dus alles als openbaar vervoer beschikbaar hebben als open data. Maar Nederland is het echt enige land wat heel Nederland dekkend als openbaar vervoerinformatie beschikbaar heeft. Overigens moet je daar als overheidsorganisatie ook weer wat aan doen. Gaat niet vanzelf. En het was ook meer eigenlijk dat die data beschikbaar kwam, omdat er op de dynamische routeinformatiepanelen, die drips die bij de bushalte staan, daar wordt informatie van de aankomsttijden van die bussen geregistreerd. Maar omdat één bushalte, daar kunnen meerdere maatschappijen aankomen, dus die data die werd verzameld door een overheidsorganisatie. En die ging op een gegeven moment die data als open data beschikbaar stellen, zonder dat die busmaatschappijen dat op dat moment wilden. Dus daar lag het allereerste initiatief, Govi in Amsterdam. En op die manier werd het inderdaad op een gegeven moment duidelijk voor provincies die dus die aanbestedingen doen aan busmaatschappijen, dat het heel handig en verstandig is om in zo'n concessie die zij uitschrijven en verlenen, op te schrijven dat de data die daar verzameld wordt door die busmaatschappijen ook als open data beschikbaar komt. Moet je op letten, dat is een overheidsorganisatie, let erop dat als je dus een dienst uitbesteedt of iets gaat doen, zorg ervoor dat je eigenaar blijft van die data die er in dat proces zit en dat je die ook als open data beschikbaar kunt stellen. Ander voorbeeld, boeteradar. Een overzicht van alle snelheden die er op dit moment actueel gereden worden op onze Nederlandse snelwegen. Dat is afgezet tegen de boetedatabase die we hebben en op die manier even uitgerekend dat er op dit moment in tijd voor 679.925 euro op te halen zou zijn aan boetes. Er was bij het ministerie van Justitie enige interesse. Ook toen deze toepassing naar voren kwam, en dat was best wel snel.nl. Deze draait al een tijdje inmiddels. Wat ze hier gedaan hebben is, dus, nou, je ziet het eigenlijk al, is dat ze dus hebben gekeken op welke weghelften of wegdelen wordt echt substantieel te hard gereden. Dus boven de 170 km per uur. En ja, inderdaad, ergens in Groningen daar of in het noorden van het land rijdt er iemand 280 km per uur. Nou. Toen deze app gemaakt werd of gelanceerd werd, ik baalde daar best wel van. Ik dacht, verdomme, dan heb je van die prachtige data, Nationale Databank Wegverkeersgegevens, super gaaf. En dan krijg je dit soort toepassingen. Maar wat eigenlijk wel leuk was, wat er gebeurde, is dat er op flitservice.nl vervolgens de discussie aanhangig gemaakt werd van ja, maar luister eens even, wat ze daar bij bestwelsnel.nl hebben gedaan, dat klopt helemaal niet.
Dus die jongens die zijn in die data gedoken en dan blijkt het dat die verkeerslussen, die detectielussen, de gemiddelde snelheid van een aantal auto's pakken. Nou, dan kun je mij vertellen wat je wil, maar daar op de, wat is het denk ik, de A7, zal niet een aantal auto's achter elkaar 280 km per uur rijden. Tenzij er een arrestatiesteam of iets dergelijks onderweg is. Maar dat zal dan niet op zoveel plekken in Nederland zijn. Althans, dat, ja, dat denk ik. Daar wil Plasterk dan weer geen informatie over beschikbaar stellen. Maar het zou kunnen zijn. Maar het is de waarschijnlijkheid dat dit klopt. Deze visualisatie is gewoon heel klein. Ja, de app draait nog wel. Hij is er nog wel. Maar hij wordt gelukkig niet meer zo serieus genomen. Want mijn eerste vrees was natuurlijk van, je hebt dadelijk idioten die zich op de kaart gaan rijden. En van de kaart. Dus daar zaten risico's aan. Dat vond ik vervelend. Goed, ander voorbeeld. Stemgedrag. Hier Nederland, enigszins herkenbaar. Kun je zien, kroonkeurig Nederland. En dan kun je zien, bijvoorbeeld Hof van Twente is aangeklikt op dit moment. Ik weet eerlijk gezegd niet waar Hof van Twente ligt. Ik denk dat het hier ligt. Dit is Hof van Twente. Dan zie je dus dat Hof van Twente is een behoorlijke VVD-gemeente, wat PvdA en CDA. En dan zie je dus dat in de grootte van de cirkeltjes zie je gemeentes met gelijk stemgedrag. Maar ik zal iets op wat anders klikken. Zoeterwoude. Nou, dan zie je dat in Zoeterwoude is veel VVD gestemd, PvdA. Overigens, dit waren de Tweede Kamerverkiezingen uit 2012. Even kijken hoor, hier Oost-Vlakkee. Ah, dus hier zie je al iets van wat we herkennen zo'n beetje, hè? Deze band zo'n beetje. Interessant. Goed, hij dacht van interessant om dat op deze manier te laten zien, maar je kunt natuurlijk ook gewoon eens kijken naar welke gemeentes zijn nou vergelijkbaar ten opzichte van de gemeente die je aangeklikt hebt. En dan zie je dus dat Ridderkerk en Oost-Vlakkee zijn erg similar, very similar. Zwijndrecht lijkt er ook nog een beetje op, Leerdam en Krimpen aan de IJssel. En wat interessant is, dan is er één gemeente, die ligt best op afstand van Oost-Vlakkee. Hebben jullie enig idee welke gemeente dat zou kunnen zijn? Urk. Ja, helemaal goed. Maar nooit meer raden. Urk is nogal anders. Is er iemand uit Urk hier of niet? Ik heb dat nog nooit meegemaakt, want ik maak dat grapje vaker. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand zei, oh, ik kom uit Urk. En ik ben helemaal niet anders. Goed. Oh ja, ook leuk. De Utrechtse internetcourant. Wat ze in Utrecht gedaan hebben is een milieuzone. Ik weet niet, wie van jullie heeft een oude auto? Wie heeft de last van de milieuzone? Jij? Ja. Nee, ik heb ook een oude auto, maar geen diesel. Dat scheelt dan weer. Goed. Wat de Utrechtse internetcourant onderzocht heeft. Wat is nou eigenlijk het echte effect van de milieuzone die ingesteld is? En ze hebben dat gedaan op basis van historische metingen. En metingen uit de luchtkwaliteitpalen die erin. Of de sensoren die in Utrecht zijn opgesteld. En warempel. Ze hebben met inachtneming van een aantal voorbehouden. Hebben ze kunnen constateren dat dus de luchtkwaliteit beter is geworden binnen het gebied van de milieuzone. Sinds die tijd, en dan is dus de aanname dat het ten gevolge is van het instellen van die milieuzone. Daar ben je best wel blij mee, hè, als je dit soort berichten krijgt. Want het was op dat moment dat het ingesteld werd, dat besluit door de gemeenteraad in Utrecht, best wel een gewaagd besluit. Het was wel best wel ter discussie gesteld. En er waren ook best wel veel mensen die er last van hadden. Hè, van het feit dat de milieuzone, je moest een beetje auto van de hand doen als je een oud dingetje had rondrijden. Dus dat was best wel een ingewikkelde. En dan is het toch wel prettig als er gewoon vanuit de buitenwereld iemand constateert van, hey, die beleidsmaatregel die jij als overheid genomen hebt, die heeft een positief effect gehad. Heeft ook het effect gehad wat jij bedacht en gehoopt had dat het zou hebben. Dus in dit geval pakt dat goed uit, maar het zal best wel eens een keer gebeuren dat er inderdaad iemand opstaat die zegt van ja, maar dat klopt helemaal niet. Dat je dan op die manier ook de onderbouwing van je maatregel een beetje kwijt bent. Maar goed, dan is het dus schijnbaar ook niet effectief die maatregel die je bedacht hebt en dan moet je daar ook weer je beleid op afstemmen. Goed. Ander voorbeeld.
Slimme ouderenzorg. Dit zijn een aantal voorbeelden van manieren hoe dat je kunt afstemmen. Waar zitten ouderen, waar zitten zorginstellingen? En het zijn allemaal vormen van data, waarmee je dus gewoon op een heel andere manier beleid kunt vormgeven. En dit is een voorbeeld wat ik je ook even wil laten zien. Dit is een wijk in Nederland. En het ding vindt, goh, hele rare kleurtjes. Daar heeft iemand een ander soort camera gebruikt. Nou, hier is geen camera gebruikt. Hier is het actueel hoogtebestand gebruikt. Het actueel hoogtebestand, dat zijn alle hoogtepunten in Nederland om de 5 centimeter. Met een of andere LiDAR, een soort radartechniek, hebben ze dus die hoogte van Nederland bepaald om de 5 centimeter. En die heeft daar gewoon een filmpje van gemaakt, en van een wijk. En dan krijg je dit soort filmpjes. En dat is dus onze werkelijkheid ligt er ook in hele andere datapatronen vast dan we gewend zijn. En je ziet bijvoorbeeld aan die kraan zie je dat het ook best wel fijnmazig is, zeg maar, hoe dat die hoogtebepaling gedaan is. Dus allemaal voorbeelden van heel veel voorbeelden van dingen die je kunt doen met data. Dit is bijvoorbeeld de bruggen. En er staat één brug open hier op dit moment. Dat is de Spijkenisse brug. Die is open om 14:30. Nou, hier sta je 4 minuten te wachten. Dat weet je dan toch weer mooi. Verkeersongevallen. Op deze kaart moet je even wat inzoomen. Binnen dit, kijk hoor. Maar dan kun je gewoon toch mooi even zien dat als jij je kinderen naar school laat gaan, waar dat er een beetje een gevaarlijke situatie is. Die gele bolletjes, kijk, daar is een rode. Nou ja, dus die rode zijn wat minder goed nieuws. Want daar zijn doden. Daar is iemand op de fiets dood. Nou ja, in ieder geval met een dodelijk ongeval. De blauwe bolletjes, dat zijn, dacht ik, ongevallen zonder letsel. Ja, er zijn 0 gewonden. En de gele zijn dan ongevallen met letsel. Het is op deze manier kun je gewoon je kinderen of inschatten. Wat wel interessant is om te zien is dat je de A10 moet je maar mijden. Dat is een best gevaarlijk ding. Even kijken hoor. Ik zal het nog eens even laten zien. De A10. Ik moet iets verder inzoomen. Er zijn zoveel ongelukken op de A10 gebeurd. Dus kijk, zie je dat? Dat is niet pluis daar. Dus Amsterdammers, blijf binnen die ring. Want dat is gevaarlijk, die ring. Goed, hetzelfde gedaan voor specifiek fietsongevallen. Handig en belangrijk om te weten wat er allemaal gebeurt. Smart City kaarten. Maar goed, daar zit je dan. Allemaal prachtig verhaal. Jullie zijn hartstikke enthousiast. Dat zie ik allemaal. Bijna op de stoelen staan. Maar dan kom je terug op kantoor. En dan ga je weer achter je bureau zitten. En wat dan? Hoe moet ik nou beginnen met die data? Ik wil het beschikbaar stellen. Ik wil dat ik effect bereik in de maatschappij. Ik wil dat die ontwikkelaars ermee aan de slag gaan. En dat gebeurt niet. En die ontwikkelaars die hebben dat ook nog niet opgepakt. Want ja, er is ook nog geen ontwikkelaar met dat miljard euro op zak. Of die miljard dollar op zak. Dus ergens zit er nog een spanningsveld. Van hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen? Nou, ik zou willen pleiten voor, kijk heel goed naar de mens met zijn vraag. Wat gebeurt er in onze maatschappij? Dit is een meneer in Dordrecht die overigens best luxe aan het water woont. En volgens mij heeft hij ook iets gedaan hoor aan zijn raam. Want ieder jaar is er bij hoogwater zo'n foto in ieder geval. Maar goed, laten we vooropstellen, deze meneer heeft last van water. Of we hebben last van het milieu. Of we weten niet hoe dat we met mijn schoonmoeder om moeten gaan, die een ander huis nodig heeft, een ander huurhuis nodig heeft, omdat haar woning op de nominatie staat om gesloopt te worden. Hoe dat we om moeten gaan met de mantelzorg. Dat zijn allemaal vraagstukken waar we eigenlijk nog heel slecht van weten hoe we daar nou precies mee om moeten gaan. En daar kunnen ontzettend veel oplossingen voor bedenken die eigenlijk heel eenvoudig zouden kunnen zijn op het moment dat we technologie eenvoudiger maken. En technologie betrekken bij het maken van dat soort oplossingen. En daarom ook mijn pleidooi, een warm pleidooi aan jullie. Kijk naar maatschappelijke vraagstukken. En gemeente en overheid, maak duidelijk wat je maatschappelijke vragen zijn. Zorg voor die gelijke informatiepositie. Maar zorg ook voor, op het moment dat je oplossingen gaat maken, zorg ervoor dat je ook stakeholders gewoon op de goede manier betrekt. Alle betrokken partijen. En dat je als overheidsorganisatie weer zo'n oplossing laten maken of organiseren dat zo'n oplossing er komt, dan ben je ook niet meer de eigenaar van zo'n oplossing of de belangrijkste partij. Nee, iedereen heeft daar een belangrijke partij of een rol te spelen.
En het is bedoeld als driehoek, maar ziet er meer uit als een andere figuur. Het gaat erover van hoe krijg je omtrent die oplossingen mensen uit de maatschappij, overheid en oplossers. En ik noem het maar even oplossers. Het zijn techneuten, het zijn mensen met goede ideeën, het kunnen kunstenaars zijn, whatever, maakt me niet uit. Maar als het maar mensen met goede ideeën zijn, hoe krijg je deze drie nou bij elkaar op een dusdanige manier dat ze samen effecten gaan bereiken? En ik heb hier eerste orde, tweede orde effecten en misschien wel, weet ik, veel meer orde effecten. En als je dan gaat kijken naar die eerste orde effecten, dan is dat... Er gaan ook een aantal dingen mis. En het is hier bijvoorbeeld een oplosser. Bijvoorbeeld 10.000scholen.nl. Die hebben die website gemaakt. Hartstikke goede website. Maar hoe verdienen zij hun geld? Dat eerste orde effect. Hun effect is dat ze wat advertentieinkomsten hebben van die website. Dat is helemaal niet veel geld. Dat is niet die miljarden. Die dus door McKinsey en Kroes beloofd zijn. Maar anderzijds, mensen die hebben er hartstikke veel plezier van het feit dat die website er is. Dus die hebben er hartstikke voordeel van. En de overheid vindt het ook super tof, want misschien zijn er wel minder vroegtijdig schoolverlaters. Kan je nooit bewijzen, maar misschien zijn ze er wel, omdat je een goede schoolkeuze gemaakt hebt. En dus op deze manier zie je, en je ziet dat raakt elkaar allemaal niet. Dus hoe gaan we nou eraan werken dat inderdaad gewoon de oplossers, overheid en mensen bij elkaar komen op een andere manier dan we tot nu toe gewend zijn? Hoe ga je die samenwerking voor elkaar krijgen? En nou niet dat ik op de volgende slide een oplossing heb, maar ik probeer in ieder geval voor jullie duidelijk te maken dat dit wel een nieuwe manier van ontwikkelen is, een nieuwe manier van denken, een manier van gesprek aangaan met elkaar. En dan gaat het dus inderdaad over, nou, die openheid van die overheid is dan belangrijk in ieder geval. Die economische waarde hebben we het over gehad. Het gaat over maatschappelijke waarde, die bestuurlijk-democratische waarde. Maar ook die andere vormen van samenwerken, daar gaat het ook over. En het gaat over die gelijke informatiepositie, gelijk stakeholdership, open aanpak, open contact, open data. Dat zijn allemaal die elementen die je daarin mee moet nemen om dat voor elkaar te gaan krijgen. En daar zit ook het belang van een open overheid. Ja, heel moralistisch dan. Zet een aantal stappen die je daarin in zou kunnen maken. En dat zijn dan stappen als neem initiatief. Gooi de boel open. Verbind. Zorg ervoor dat je partijen bij elkaar krijgt. Zorg ervoor dat je... weerstand bij in je organisatie, dat je daarmee omgaat. Sluit aan bij onderwerpen. Nou ja, dat is dan mijn reclameplaatje. We hebben een actieplan open overheid. En dat helpt dan natuurlijk als je daar mee doet. Kijk ook even naar wat wij daarover beschikbaar hebben op onze website. Op het leerpunt open overheid, leerenexpertise.nl. Maar ik hoop in ieder geval met jullie meegegeven te hebben dat alle kansen die er zijn in de open data, de voorbeelden die er zijn hartstikke mooi. Maar kijk nou vooral eens een keer van hoe dat vanuit die technologische innovatie, en volgens mij zitten jullie hier ook als een behoorlijk aantal techneuten bij elkaar, en vanuit een overheid gewoon bij elkaar kunnen komen om die maatschappelijke vraagstukken op te lossen. En ik hoop vooral dat daar gewoon een stukje energie op gaat komen. En nogmaals, hoe we dat moeten organiseren, hoe ik dat moet organiseren, hoe wij dat met elkaar moeten organiseren, er zitten nog volop vragen in en het gaat ook volop nog mis aan allerlei kanten. Maar laten we vooral stappen gaan zetten daarin. Daar wil ik het even bij laten. In ieder geval bedankt voor jullie aandacht. Ik had al beloofd dat de URL op de laatste pagina ook weer terug zou komen. Dus als je nog nu bedacht hebt, zo van, joh, ik wil dan toch wel die slide nog eens een keer nakijken, dan is dit je kans. In ieder geval bedankt voor de aandacht. Ja. Dank je wel, Paul, voor deze duidelijke en inspirerende sessie. Misschien zijn er nog wel vragen uit de zaal. Ja. Vraag. Over de situatie in Nederland gehad, maar ik ben ook wel benieuwd, onze omringende landen of wereldwijd, zeg maar, wat voor stappen er op dit gebied worden gemaakt. Ja, dat wisselt een beetje. Enerzijds zie je in de Anglo-Saxische landen dat daar heel veel dwang is op het beschikbaar stellen van data en het beschikbaar stellen van informatie. Dus daardoor zie je ook dat de UK en de US doen het heel goed op het beschikbaar hebben van die informatie en die data. Wat je nog niet ziet gebeuren of onvoldoende ziet gebeuren, is die samenwerkingsmodellen. Van hoe ga je nou redeneren vanuit ze? Want als je open data belangrijk vindt, dat vind ik natuurlijk, maar goed, anders moet ik andere truien gaan kopen. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Het gaat eigenlijk veel meer over van hoe zo'n maatschappelijk vraagstuk in die samenwerking nou op een andere manier opgelost kan worden. En daar merk je dat er ook echt internationaal nog volop gezocht wordt van hoe moeten we dat voor elkaar krijgen? Hoe moet je dat organiseren? Enerzijds zie je die start-up wereld, waar ongetwijfeld Boris...
Veldhuizen, Van Zanten nog wat een enthousiast verhaal over heeft gehad vanochtend. Maar dat zit hem heel erg aan die technische kant en die start-up kant. En heel erg vanuit technologie werken en redeneren. En natuurlijk op een gegeven moment wel ergens tegenaan lopen wat een gat invult in de markt waar mensen behoefte aan hebben. Maar niet het maatschappelijke vraagstuk centraal gezet hebben. Dus ja, we staan. Je hebt een kans. Je hebt een fantastische kans. Meer vragen? Ja. Ik vroeg me af met de open data. Is het ook de bedoeling van open data dat je dezelfde soort datasets bij verschillende instanties, bij verschillende gemeenten, verschillende provincies, op eenzelfde gestandardiseerde manier aanbiedt? Of heeft iedereen zijn eigen aanbiedingswijze en kan de dataset verschillen qua structuur? Dat is een hele legitieme vraag die je stelt en ook daarmee een ingewikkelde vraag. Natuurlijk, ik zou het liefste zien dat alle data bij alle overheidsorganisaties in hetzelfde formaat, zelfde gestandardiseerd, dezelfde metadata, wat een ontwikkelaar, de hemel voor een ontwikkelaar is, zullen we maar zeggen, dat het op die manier beschikbaar komt. Toen we hier aan begonnen, realiseerde ik me ook, als ik nu die informatie op gaan vragen en tegen overheidsorganisaties gaan zeggen, joh, open data is een goed idee, stel die data beschikbaar, maar wel in dat formaat, dat ik dan ook de boodschap zou krijgen van, nou, kom over een paar jaar nog maar eens terug, dan hebben we het er nog eens over. He, dus dat was echt, ergens, daar zit een zuur in, en ergens moet je dat zuur pakken. Gewoon, en we hebben op dat moment wel heel erg gezegd van, joh, gewoon as is, gewoon wat je beschikbaar hebt, stel dat beschikbaar, want dan hebben we in ieder geval iets. Ja, en nu loop je dus aan tegen het feit dat op bepaalde onderwerpen je dus heel veel data in verschillende vormen ziet verschijnen binnen overheidsorganisaties. Of het wordt ook niet verzameld op die manier binnen een overheidsorganisatie. Ik had een tijd terug had ik iemand en die wilde een basketbalwedstrijd organiseren in achterstandswijken. Je hebt heel veel achterstandswijken, van die betonnen basketbalveldjes met een hoog hek eromheen. Dat de buurt er geen last van heeft, maar dat de jeugd toch aan de slag kan. In de ene gemeente wordt dat verzameld als speelvoorziening. De andere gemeente verzamelt het als groenvoorziening. De derde als, waren 5, 6 mogelijkheden om dat op te slaan. En dus vraag dan even om al die data. Dan wordt het heel ingewikkeld. Dus we moeten, het aardige is wel dat het ook pijnlijk zichtbaar wordt dat het slecht georganiseerd is binnen de overheid. En daarmee ook wel weer de trigger is om het beter te gaan organiseren. Dus het is goed nieuws, maar heb geduld. Dat die data wel steeds meer op die manier beschikbaar zal komen. Maar nu, ja, het is nog wat vroeg daarvoor. Ja. Wanneer komen datasets zoals KVK en ik geloof postcode tegenwoordig in de BAG wel beschikbaar is, maar nog steeds niet als postcode? Wanneer komen dat soort mooie dataverzamelingen die van nationaal belang zijn voor iedereen beschikbaar als open data? Ja, postcodes die zijn er al op verschillende manieren, maar nog niet. Wat je doet inderdaad in de BAG, daar wordt een postcode-tabel ingezet, maar niet op een dusdanige manier dat je hem direct plaf uit kan pakken en kunt hergebruiken. Dan is wel de vraag, wat moet je nou doen als overheid? Moet je dan die data uit die BAG halen en als postcode-tabel beschikbaar gaan stellen? Of moet je gewoon zeggen, joh, er zijn marktpartijen die dat kunnen doen? Want zo moeilijk is die truc nou ook weer niet. Er zijn een paar partijen, als die zich even kwaad maken, dan kunnen ze dat gewoon georganiseerd krijgen. Dus dan zou je het risico kunnen lopen dat een marktpartij zich, als wij als overheid die data in die manier beschikbaar stellen, dan de marktpartij, ja, maar dat doen wij al lang. Weet je, ons businessmodel is dat beschikbaar stellen van die postcode tabellen. Dus als de overheid dat ook gaat doen, dat je wel weer een oneerlijke concurrentiepositie krijgt. Dus daar zit wel eens een ingewikkeldheid in. Of dat je die data op een dusdanige manier beschikbaar moet stellen dat die optimaal bruikbaar wordt, ja of nee. Dat is een ander voorbeeld. Dat is de Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Die gebruiken op dit moment een bestandsformaat om hun data beschikbaar te stellen wat erg ingewikkeld is. En zij willen heel graag die data ook in een GeoJSON-formaat beschikbaar stellen. Nou, er is niemand, nog geen enkele marktpartij die nu gezegd heeft, joh, dat moeilijke formaat gaan wij omzetten naar GeoJSON en bieden wij aan als dienst. Dus dan heb je daar een gesprek over met zo'n Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Zeg je, joh, dat is prima om dat te doen, want daar rij je nu nog niemand mee in de wielen.
Maar het is wel een beetje een balans zoeken, zeg maar. Op welk moment kun je nou wel die data in een makkelijk herbruikbare vorm beschikbaar gaan stellen? Hoe rijm je dit, dit antwoord met jouw eigen standpunt? Het moet gratis zijn. Ja, nou ja, het is, zoals het aangeboden wordt, is het ook gratis. De NDW in het moeilijke formaat is gratis. En ook de KVK? Ja, oké. Okay. Frank, dat is een ingewikkelde en dat weet je. Dat weet ik ook, maar dat zijn wel uiteindelijk... Ja, nee, er zijn wel volop bewegingen. Echt fundamentele problemen waarmee je dus tegenaan loopt. Ja, ja. Ik zou, er zijn een aantal datasets waar, die beschikbaar gesteld worden door tarief gestuurde organisaties, waaronder het handelsregister er één is. Op dit moment staat die ook op de lijst om geopend te gaan worden. Maar daar zijn nog wel wat discussies over te gaan. Overigens, wat natuurlijk wel weer een versterkende factor is, is dat hele gedoe natuurlijk met de Panama Papers. Is dat gewoon de controleerbaarheid van bedrijven met de beschikbaarstelling van die data van de KVK veel groter wordt. En daar zie je wel bij de beschikbaarkoming van dat soort dingen, daar zie je wel de behoefte, ook binnen de overheid zelf, om zo'n handelsregister als open data beschikbaar te stellen. Dat zie je wel steeds sterker groeien. Dus ja, het is een belangrijke vraag. En ik zou natuurlijk niks anders zien dan dat die er is. Wordt aan gewerkt. Misschien een korte anekdote uit de praktijk. Ik ga de natie of het land waar dit gebeurde, het is internationaal buiten Nederland. Er werd data opengemaakt over onderwijsinstellingen binnen die bepaalde regio. Ja. En er is een Drupal-partij, dus een van onze verre collega's, zeg maar, werd gevraagd, kan je daar een mooi websiteje overheen maken? De overheid heeft dat websiteje aanbesteed. Ja. En begin alvast te bouwen en dan komt het tweede jaar data beschikbaar en dan willen we gelijk ook mooie vergelijkingen kunnen doen. En wat blijkt tot stomme verbazing van de ontwikkelaar, het tweede jaar data had een volledig ander formaat. De uitvraag was heel anders geweest. Ja. En vervolgens bleken ze dat niet goed gedekt te hebben in hun contract. En hebben ze dus een enorme verliespost gemaakt, moeten maken om toch in ieder geval die vertaalslag nog een keer op eigen kosten te doen. Om in ieder geval iets te laten zien wat er dan wel te vergelijken was. Ja. Dus er gaat nog een hoop fout. Dat zien we ook. Helemaal waar. En dit heeft ook heel erg te maken met het feit dat het is een nieuw gebied. Het is echt voor een overheidsorganisatie. A, we hebben de overheid zelf dingen ook niet altijd op orde. B, de tariefgestuurdheid wordt aangewerkt. Standaardisatie. Het zijn allemaal nog dingen die gewoon volop in beweging zijn en leven. Waar ik heel graag naartoe zou willen, is dat gewoon het gesprek erover gewoon veel helderder wordt. Kijk, want als jij van tevoren had geweten dat dat op een andere manier beschikbaar zou komen, die data, dan was het voor jou een veel minder groot probleem geweest. En nu was het opeens een verrassing van, hey, wacht eens even, luister, heel anders nu. En ook dat moet je als overheidsorganisatie leren doen. Hey, wacht eens even, je hebt ook andere soorten gebruikers van jouw data en van jouw informatie. Daar moet je ook mee om leren gaan. En dat zijn allemaal nog leerwegen die de overheid te maken heeft. En in het begin ook als heel lastig ervaren worden. Maar je zult zien dat dat op een gegeven moment gewoon steeds makkelijker wordt. Het is wel heel handig dat die toepassing er is. Dus dan gaan ze ook denken van, oh, maar wacht eens even, als ik het nou op die manier beschikbaar stel, zit het gelijk in die toepassing. Klaar. Handig. Maar ja, weg te gaan. Hoi, je had het over de overheid als dataleverancier. We zitten hier met allemaal met Drupal wat open source is. En je kan je ook voorstellen dat het ook meer naar user-generated data gaat op den duur. Bijvoorbeeld de auto's die data leveren. En OpenStreetMap, Wikipedia en zo. En in hoeverre zou de overheid in plaats van leverancier ook die datawijzigingen kunnen toevoegen? Dat zou een hele logische zijn om te gaan doen. En je ziet zo her en der, zie je ook wel wat stappen ontstaan. Alleen heb je ook wel weer op een gegeven moment commerciële partijen die toevoegingen doen aan bepaalde datasets tegen de overheid. En die dan op een gegeven moment een veel betere dataset hebben dan de overheid zelf heeft. En dan zou je eigenlijk als overheid moeten zeggen, joh, die is veel beter, laten we die dan maar gebruiken. En dan zie je toch wel weer dat er in licenties of in gebruiksvoorwaarden allerlei beperkingen zijn, waardoor dat het ingewikkeld wordt. Dat samenwerken aan data, dat samenwerken aan de verbetering van de kwaliteit, dat is aan heel veel partijen, voor heel veel partijen is dat nog wennen. Hoe werkt dat dan? Hoe ga je dat delen met elkaar? En wat is gemeenschappelijk? En wat niet, weet je wel? Dus daar,
ja, het is moeilijk om daar nu een standpunt over te delen met je. Het is, ik kan niet zeggen van, joh, gaan we doen of dat gaan we niet. Dat is groeien, groeien, groeien. Ja, maar momenteel is al die data een black box. Het is niet een Git repository of zoiets. Je kan geen suggesties doen of niks. Zeg maar. Nou ja, een mooi voorbeeld, GitHub. Velzen, de gemeente Velzen, heeft zijn open data al beschikbaar gesteld via GitHub. En dat vind ik fantastisch, weet je wel. Want dan ben je dus inderdaad gewoon voor modificaties, voor veranderingen, voor toegevoegde waarde leveren aan die data. Daar ben je al aan het voor openstellen. Ik ben daar groot voorstander van als veel meer gemeenten dat zouden doen. Ja. Dus. Oké, dankjewel Paul. Ja? En dank voor alle vragen nog. Graag gedaan. Ik wil je nog ook dit presentje aanbieden. Ah, dankjewel. Steampunk. Kan je helemaal zelf in de steampunk komen? Tof, dankjewel. Geef hem nog een keer een groot applaus. Dankjewel.